Ik geef graag het woord aan de nu nog burgemeester van Gittruidenberg, de heer Jan Mutijn. Dames en heren, jongelui. Welkom in de oudste stad van Holland. Welkom in de gemeente Gittruidenberg, want ook Raamsdonk en Raamsdonksveer voelen zich volledig betrokken bij deze prachtige middag. Commissaris van de Koning in onze provincie, meneer Van den Donk, van harte welkom. Uw kabinetchef, de heer Smit, welkom. Maar natuurlijk vooral ook heel hartelijk welkom onze nieuwe burgemeester, Marianne Witt. Met haar kinderen, Marius, Matthijs en Marieke en mevrouw Witte, moet ik even zoeken, Achterhoek. Ook van harte welkom. Fijn dat u er allemaal vanmiddag bent. Welkom natuurlijk aan de leden van de gemeenteraad. Het gaat om een bijzondere raadsvergadering vanmiddag. Leden van ons college. Leden van het gemeentebestuur van de gemeente Oosterhout, waar mevrouw Witte heel lang wethouder is geweest. Collega-burgemeesters, wethouders, voormalig burgemeesters van Gittruidenberg, ereburgers en verder alle genodigden voor deze feestelijke raadsvergadering. Het openen van deze raadsvergadering is voor mij ook mijn laatste activiteit als waarnemend burgemeester. Bijna een jaar mocht ik hier dienen. Ik heb genoten van de vele ontmoetingen, van de gesprekken en de activiteiten die ik heb bijgewoond. Maar Jan, het is druk in de gemeente. En we doen alles heel bruisend. En soms in het kwadraat. Je gaat het allemaal wel ervaren. Dank je wel vanuit mij, gemeente Gittruidenberg. En ik wens Gittruidenberg veel heil en zegen onder leiding van mijn opvolger, burgemeester Witte. De vergadering is geopend. En dan gaan we nu luisteren naar mevrouw Mirjam de Groot, die het koninklijk besluit dat onlosmakelijk verbonden is met deze bijeenkomst voorlezen. Goedemiddag aanwezigen. Dag Marianne. Ik heb de eer om namens de gemeente Geertruidenberg het koninklijk besluit voor te lezen. Wij, Willem-Alexander, bij de gratie Gods, koning der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Besluit van 10 juli 2019. Op voordracht van onze minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 juli 2019. Directoraat-generaal bestuur Ruimte en Wonen. Directie Democratie en Bestuur. Afdeling Politieke Ambtsdragers en Weerbaarheid. Gelet op artikel 61, het eerste lid van de gemeentewet, hebben goedgevonden en verstaan, met ingang van 4 oktober 2019, te benoemen tot burgemeester der gemeente Gittruidenberg, mevrouw doctorandus M. Witte te Oosterhout. Onze minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit. S'Gravenhagen, 10 juli 2019, ondertekend door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Karsje Ondering. Dank u wel. Dank u wel, Mirjam. Dan geef ik direct graag het woord aan de commissaris van de Koning, de heer Wim van den Donk. Geachte leden van de Raad. En de voorzitter die de vergadering opende, de waarnemend burgemeester Mutijn. In het bijzonder omdat ik tegen hem wil zeggen, dankjewel dat je het ambt hier hebt willen waarnemen. En als ik de geluiden hoorde, ook al voor die mooie publicatie in de krant, is dat heel goed bevallen. Jan, dank je wel, ook namens mij. En ik voel een applaus opkomen om de waardering te onderschrijven. En mooi, Jan, dat jij op dit moment, waarin we in die bijzondere raadsvergadering bijeen zijn, om de beëdiging van de nieuwe burgemeester, mevrouw Marianne Witte, te gaan
meemaken met elkaar zo duidelijk. Mooi dat dat in zo'n mooie overgang kan. Zo prachtig binnengekomen met kleurrijke vaandels die misschien in de oudste stad van Holland niet zouden staan, maar daar kom ik zo nog wel even op wat dat eigenlijk precies is en wat dat nog betekent. Ik heet ook de oud-burgemeester zeer van harte welkom in alle college. En ik hecht eraan ook te beginnen met mijn grote dank en waardering uit te spreken aan de heer Smit en alle andere leden van de Vertrouwenscommissie inderdaad voor de buitengewoon plezierige samenwerking die we hebben gehad in dit proces dat leidt tot die reden waarom we hier vandaag zijn, de vereniging van mevrouw Witte. Marianne, met Marius, Matthijs en Marieke. Allemaal M's. Dus de hond zal ook wel Max gaan heten, dacht ik. Ik weet niet of die er al is. Ik heb begrepen dat er een belofte werd gedaan. Ik ga vooral niet in familiaire omstandigheden treden. Maar het viel me wel op, die M's. Dat staat voor een mooie letter die, denk ik, de warmte en de symboliek ook in zich draagt die jullie daarmee bedoeld hebben. Heel bijzonder om hier te mogen zijn vandaag om die bijeenkomst. En ik zei het gisteravond bij de beëdiging van een van je aanstaande kringcollega's. Ik kan uit heel recente ervaring melden dat het een hele warme, fijne kring is om een welkom geheten te worden. Het is niet zomaar iemand die een andere baan krijgt. Niet zomaar een overgang van het ene naar het andere. Het is het aanvaarden van een ambt. Een ambt dat betekenisvol is in meerdere opzichten. Betekenisvol voor uiteraard de persoon die het mag gaan doen, waarvan we weten dat we zeggen dat het ambt altijd groter is dan jezelf zult zijn. Het ambt staat voor iets wat we in onze grondwet verankerd hebben voor de dienstbare betekenis in het openbaar bestuur. De eerste burger mogen zijn, burgervader, burgermoeder mogen zijn, met alles wat daarbij komt aan grote verantwoordelijkheden voor openbare orde en veiligheid. De gildes en de schuts hebben dat net ook laten zien. Zo ging dat vroeger, dat is tegenwoordig in een driehoek anders geregeld. Maar in essentie komt het nog steeds op neer dat openbare orde en veiligheid, het welzijn en het algemeen belang van ons allen belichaamd mag worden in de verantwoordelijkheden en de bevoegdheden van de eerste burger, de burgemeester. En dat in deze prachtige gemeente Geertruidenberg, die inderdaad een rijke geschiedenis heeft, sinds 1997 samengevoegd met andere gemeenten die eerder zelfstandig waren. En inderdaad, de heer Lutijn zei het al, die ook te boek staat als de oudste stad van Holland. Ik heb begrepen dat daar nog enige discussie over is. Daar is ook wel eens eerder wat over gesproken. Maar ik zeg altijd nog, en ik heb het geloof ik al eens eerder gezegd, op dezezelfde plek of een vergelijkbare gelegenheid, dat ik een van de voorgangers, mevrouw Witte, ooit belde toen ik op de terugreis was van het provinciehuis in Zuid-Holland, waar zojuist een van mijn nieuwe collega's, de heer Smit, als commissaris werd beëdigd, waarvan een van de gedeputeerden mij zag zitten en zei, daar moeten we het nog eens over hebben, over Geertruidenberg, want dat is toch eigenlijk van ons. Ik heb mij vergewist, mevrouw Van Hees gebeld op de terug, en ze zei, ja, we horen in Brabant en we willen nooit meer weg. Ik heb begrepen dat dat nog steeds tot op de dag van vandaag zo is. Dat betekent niet dat ook voor deze gemeente geldt dat wij grenzen koesteren als iets van de toekomst. Ik denk dat we eerlijk moeten zijn en dat voor elk gemeentebestuur geldt en elk provinciebestuur en elk landsbestuur, dat we als we willen werken voor de belangen van onze bevolking en onze toekomst, dat grenzen soms nuttige dingen zijn, maar ze kunnen ons ook behoorlijk in de weg zitten als we met elkaar de dingen willen doen die nodig zijn voor onze gemeenschappelijke toekomst. Het openbaar bestuur heeft een grote opgave om die dingen te doen die nu nodig zijn, maar mag ook ver vooruit kijken. Dat geldt voor gemeentebestuurders, gemeenteraden, colleges, provinciale staten, gedeputeerde staten en wie niet in het openbaar bestuur, zou ik zeggen. In die zin, mevrouw Witte, wordt u burgemeester met een eigen profiel en een eigen set van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Maar bent u daarmee, dat weten we, ook voorzitter van de gemeenteraad en voorzitter van het college van burgemeester en wethouders. Een college. Het is heel goed om nog eens even bij dat woord stil te staan, omdat een college dus betekent niet zomaar een groep, maar een college dat gemeenschappelijk verantwoordelijkheid draagt voor het voorbereiden en het uitvoeren van de besluitvorming die door de gemeenteraad is vastgesteld, het hoogste gezag. En ook die raad bestaat weliswaar uit door burgers, vaak met politieke partijen gekozen volksvertegenwoordigers,
Maar ook dat is een bestuursorgaan dat het algemeen belang heeft te dienen. Ook dan is er sprake van een eed of een belofte aan de grondwet. Net zoals de burgemeester hebben alle leden van de raad die eed en die belofte gezworen. Dat geldt niet minder voor de wethouders. Ik wil er toch nog eens op wijzen dat dat dus niet zomaar iets is wat we doen. Als we straks gaan staan bij de beëdiging, dan is dat niet alleen een plechtig moment, is ook een betekenisvol moment, want er wordt nogal wat beloofd. Dat je onafhankelijk zult zijn. Dat je weliswaar luistert naar iedereen, maar zelfstandig besluiten neemt. Dat we in Nederland in een democratie en een rechtsstaat leven, waarin we spelregels met elkaar hebben afgesproken over hoe we dat doen. Dat zijn niet zomaar regels. In die regels is een betekenis gegeven dat wij de gelijkheid van de wet voor iedereen hanteren. En dat die wet dus ook voor iedereen geldt. Dat is makkelijk gezegd, maar soms best moeilijk gedaan in een samenleving waarin we soms burgers meemaken die zeggen, ik ben toch een klant van die overheid, u moet mij toch helpen. Natuurlijk is het zo dat wij als openbaar bestuur mensen dienen. Gisteren werd het ook nog heel mooi gezegd. Maar het is niet zo dat als bij een bedrijf de klant koning maken. Die hoef je niet koning maken om iemand fatsoenlijk te behandelen. Maar de burgemeester en de gemeenteraad en het college moeten zelf toe beslissingen nemen die pijnlijk en ingewikkeld kunnen zijn voor de burgers. Omdat het algemeen belang dat vraagt. Maar tegenover al die bevoegdheden en verantwoordelijkheden staan de zekerheden van de rechtsstaat. Dat de wet voor iedereen geldt, dat we onafhankelijke mensen hebben, de rechterlijke macht die kan toetsen of het bestuur zijn werk fatsoenlijk gedaan heeft. Scheiding der machten, checks and balances. Het zijn waarden die we dit jaar, nu we herdenken dat we 75 jaar geleden onze vrijheid hebben moeten terugbevechten op een regime dat met de rechtsstaat en democratie niets had, dan is dat meer dan alleen maar dat nog eens toevallig noemen. Het is het herbevestigen van de betekenis daarvan en het is nooit vanzelfsprekend. En ook in onze tijd zullen we daarvoor moeten vechten. Mevrouw Witte, dat geldt dus ook voor u als burgemeester. U komt in een warme gemeenschap. In een gemeente die het goed doet. Maar ook hier voortdurend opnieuw nadenken over hoe je betekenis kunt hebben voor je inwoners, voor je burgers op de lange termijn. Besluiten nemen. In contact zijn met die burgers. Het is een ambt dat soms ingewikkeld wordt genoemd, zelfs eenzaam. Ik weet niet of dat helemaal de juiste karakteristiek is. Het is wel zo dat je als burgemeester in een glazen huis opereert, en dat geldt overigens voor al diegenen die in het openbaar bestuur werkzaam zijn, in een publieke ruimte. En het is mooi om met elkaar af te spreken dat we in een glazen huis een beetje uitkijken met het gooien van stenen. Mensen zijn zo beschadigd, en dat lijkt soms even op te luchten en makkelijk te zijn. We brengen er uiteindelijk schade toe aan ons allemaal. Respect en waardering voor elkaar, hoe verschillend de opvattingen ook zijn, hoort bij onze democratie en onze rechtsstaat. Het is aan u, mevrouw Witte, beste Marjan, die mooie, maar ook soms lastige taak om in die gemeenteraad precies dat spel met elkaar goed te spelen. Wat meer is dan een spel, het is een buitengewoon serieus spel. Dat alleen maar goed gespeeld kan worden als er onderling respect is, hoe groot de meningsverschillen ook kunnen zijn. Je hebt een leerschool achter de rug, zou je kunnen zeggen, als een gemeenteraadslid, eerder ook als ambtenaar in de publieke dienst, als wethouder, bijna 10 jaar, klaargestoomd voor dit ambt, zou je kunnen zeggen. Ik weet hoezeer je ernaar uitziet om dit in deze gemeente te mogen gaan doen. Je brief liet zich lezen als een soort verlangen om hier te mogen beginnen. En het is mooi dat we vandaag dat kunnen bevestigen met een beëdiging hier in dit ambt. Ik zal het met veel plezier doen. Ik zie uit ook naar onze samenwerking. Ik feliciteer nogmaals de gemeenteraad met de keuze. En wil nu verzoeken te gaan staan en mevrouw Witte vragen om hier naar boven te komen voor de beëdiging. Ik verklaar dat ik, om tot burgemeester benoemd te worden, rechtstreeks onmiddellijk onder welke naam of welk voorwendsel ook enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in het ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk enige geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als burgemeester naar eer en geweten zal vervullen.
Namens het college van de gemeente Geertruidenberg zal de heer John van Vught het woord voeren. Beste Marianne, beste burgemeester, Marius, Matthijs, Marieke en mevrouw Witte. Beste meneer Van der Dongen, commissaris van de Koning. Dames en heren. Allereerst wil ik namens het college Marianne van harte feliciteren met haar benoeming tot burgemeester van onze bijzonder mooie en mooie, bijzondere gemeente Geertruidenberg. We zullen hier in een warm bad ontvangen. Niet letterlijk uiteraard, want dat was er met z'n allen niet in. Maar wat heb je goed je mond kunnen houden. Tijdens het VNG-jaarcongres heb ik een paar uur met je opgetrokken en zat ik naast je in de bus op excursie naar Veenendaal. We spraken uitvoerig over onze colleges en de kinderen. En geen moment kreeg ik het gevoel dat je op dat moment al kandidaat was om burgemeester van onze gemeente te worden. Alhoewel je wel heel erg geïnteresseerd was in het feit dat ons hele college op toerbeurt piket draait in het weekend. Dat is achteraf misschien wel een kleine aanwijzing. Dames en heren, welkom in onze mooie levendige gemeente Geertruidenberg. En welkom in deze prachtige locatie van Arjan van Dijk. Fort Sint-Gertrudis, het voormalig wapenarsenaal. Een van onze 123 rijksmonumenten en 67 gemeentelijke monumenten in onze gemeente. Marianne, welkom in onze gemeente. Je zult je niet gaan vervelen. Want hoewel we maar een postzegel zijn qua grondoppervlakte met slechts 26,5 kilometer vierkant, en daarmee op twee na de kleinste gemeente van Brabant, zul je zien en beleven wat er allemaal gebeurt in onze drie kernen. Drie kernen met een eigen kenmerk. Geertruidenberg, dat is al gezegd, en het is zo, Hollands oudste stad. Als toeristisch centrum en industrie. Raamsdonksfeer, winkelen, uitgaan en industrie. En Raamsdonk, onze prachtige landelijke kern. Drie kernen met hun eigen waarden, voorzieningen en tradities waarvoor gestreden wordt. En dat is mooi, want dat geeft onze kernen zoveel karakter. Anderzijds geeft het ons als bestuurders soms hoofdpijn om alle voorzieningen in stand te houden en een goede afweging te kunnen maken tussen de belangen van de kernen ten opzichte van het algemeen belang voor Geertruidenberg. Ik kan je verzekeren, Marianne, dat onze volksvertegenwoordigers de belangen van hun achterban bijzonder krachtig vertegenwoordigen. Regelmatig vergezeld van verenigingen en belanghebbenden die volle tribune en de zaal van het gemeentehuis vullen. Dit vraagt veel van de voorzitter van de raad. Maar het maakt het tevens uiterst boeiend en geeft veel voldoening als we gezamenlijk tot de juiste beslissing komen. Never a dull moment, zeggen we wel eens. Maar dit maakt onze gemeente zo bijzonder. Wat Geertruidenberg ook bijzonder maakt, is onze plaats in de regio. Want op deze postzegel wonen inmiddels ruim 21.500 inwoners. Vinden zich meer dan 1500 bedrijven en verdienen zo'n 11.000 mensen een goede boterham in onze gemeente. Neem daarbij ons historisch kruispunt van snelwegen Hooipolder en het feit dat we met onze ademcentrale ruim 600.000 huishoudens van stroom en warm water voorzien, dan kunnen we niet anders dan concluderen dat Geertruidenberg een bijzondere plaats en aandacht verdient in de regio. Bijzondere aandacht verdient ook onze jeugd. Met 7 basisscholen, Dongermond College met ruim 2200 leerlingen uit Altena, Drimmelen en Geertruidenberg is er veel aandacht nodig voor veiligheid en jeugdproblematiek. Zaken waar wij ons als college extra voor inzetten. En zo is Geertruidenberg een bijzonder mooie gemeente en een mooie bijzondere gemeente. Marianne. Samen met college en raad mogen we deze parel in Brabant besturen en nemen we dagelijks samen besluiten om onze gemeente elke dag iets mooier en beter te maken. Wij wensen je heel veel succes en heel veel plezier als burgemeester van onze bijzondere gemeente Geertruidenberg. Dank u wel. Maurice Costagne uit Raamsdonksfeer, die zorgde voor een warme sfeer toen deze zaal betrad. Hij zal nu voor ons gaan spelen Arabesque nummer 1 van de Franse componist Claude Debussy.
Dan zal nu de heer Albert Smit namens de gemeenteraad van Geertruidenberg het woord tot ons richten. Ja, goedendag. Nou, zou het ook heel mooi zijn dat ik als derde spreker iedereen welkom kan heten. Dat lijkt me iets te overbodig. Ik wil voor twee mensen uitzondering maken. Mensen waarvoor je eigenlijk altijd bestuurt en probeert je gemeente weer stukken mooi te maken. Floris en Mette, dat zijn onze twee jeugdigen en ze hebben deelgenomen aan onze kleurwedstrijd. En die kleurwedstrijd hebben wij ook gebruikt als inbreng voor de profielschets van onze nieuwe burgemeester. Geweldig dat jullie er zijn. Geweldig ook dat jullie de wedstrijd hebben gewonnen. Jullie hebben wel kennis gemaakt met onze commissaris bij het aanbieden van de profielschets. Binnenkort gaan jullie pannenkoeken bakken met onze burgemeester. Toi, toi, toi. Heel veel succes. Dames en heren, applaus voor de jeugd. Ja, dames en heren, de sociologie beschouwt vertrouwen als een van de sociale constructies van de samenleving en iets wat in elke samenleving nodig heeft. Vertrouwen is essentieel voor het functioneren van ieder van ons. Vertrouwen betekent mijn inziens een goede en een juiste balans tussen hoofd, hart en handen. Denken, kennis, visie, richting geven, maar ook het kritisch zijn naar elkaar. Elkaar feedback geven, hoort voor mij betreft bij het begrip hoofd. Oprechte interesse, empathie, echt contact met elkaar hebben, het gevoel van een klik te hebben, geraakt worden door die ander, hoort voor mij bij het begrip hart. En doen wat echt nodig is voor onze samenleving, het handelen vanuit hoofd en vanuit hart, samenwerken aan concrete resultaten, hoort voor mij bij het begrip handelen. En juist als wij met z'n allen elkaar in staat zijn deze zaken in een goede balans te houden, dan begrijpen wij elkaar. Dan hebben wij met elkaar visie. Dan houden we elkaar scherp. En dan hebben we echt contact. En menen we het goed met elkaar. Voelen we elkaar aan en kunnen we dit laten zien aan onze inwoners. Woorden vallen dan samen met daden. En dan, juist dan, is er denk ik sprake van vertrouwen. En juist Geertruidenberg, Raamsdonk en Raamsdonksfeer vormen die drie kernen van onze mooie gemeente. En worden ook zij juist niet gekenmerkt door hoofd, hart en handen. Alle kennen grote betrokkenheid onder de inwoners. Een rijk verenigingsleven wordt er overeind gehouden door de talloze vrijwilligers. En neem daar dan ook nog bij onze betrokken ondernemers die op het gebied van innovatie vaak zo toonaangevend zijn. Afgelopen week, met de discussie over de onderzeeboten, zijn onze bedrijven daarbij vertegenwoordigd. Samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs op het gebied van techniek mag je bijna ook niet onvermeld blijven. Actieve organisaties waar oud en jong bij elkaar komen, sieren dan ook vaak onze gemeenschappen. En als voorzitter van de vertrouwenscommissie heb ik tevens deze juiste balans tussen hoofd, hart en handen mogen ervaren binnen onze commissie. Al snel werd er een commissie samengesteld na het ontstaan van de burgemeestervacature. Inwoners werd gevraagd over welke kwaliteiten de nieuwe burgemeester diende te beschikken. En aan de hand daarvan stelde de gemeenteraad vervolgens de profielschets vast. Van enige voorkeur was er ook geen sprake. We wilden gewoon de beste kandidaat van onze mooie gemeente. Niet de man, niet de vrouw, maar gewoon de beste kandidaat. Commissaris, u heeft bij binnenkomst kunnen zien hoe aantrekkelijk een mooie gemeente, zelfstandige gemeente van slechts 22.000 inwoners kan zijn. Geertruidenberg is een van die vele Brabantse dorpen waar het goed wonen en werken is. En maar liefst, net wel, 31 kandidaten zagen dat ook. En uit al deze kandidaten hebben wij uiteindelijk als gemeenteraad gekozen voor mevrouw Witte. Een verbinden en netwerken puur zang, maar bovenal een persoonlijkheid die gewend is de mouwen op te stropen. En die capaciteiten hebben voor de gemeenteraad de doorslag gegeven. En vanaf vandaag mogen wij samen met onze inwoners daar getuige van zijn. Dames en heren, met de installatie van mevrouw Witte tot burgemeester van onze mooie gemeente Geertruidenberg hebben we weer een hoofd. Onze inwoners vormen al decennia lang het hart van onze gemeente. En wij zijn als bestuurders door hen gekozen om de handen van onze gemeenschap te vormen. Of moet ik nu juist zeggen, mevrouw Witte, we hebben weer een hart. Want uiteindelijk blijft het wel zo. De gemeenteraad blijft het ook in deze gemeente. Dames en heren, laten we het er vooral op houden dat alle genoemde gremia gebaat zijn bij alle genoemde eerder genoemde lichaamsleden. Laten we de juiste balans bewaken voor onze mooie gemeente. Laten we elkaar vasthouden. In vertrouwen, met hoofd, hart en handen. Dank u wel.
burgemeester van Rukven zal nu spreken namens de burgemeesterskring. Beste Marjan, commissaris, leden van de gemeenteraad, leden van het college en overige genodigden. In onze regio is het een goed gebruik dat de nieuwe burgemeester bij zijn of haar installatie wordt toegesproken door een vertegenwoordiger van de burgemeesterskring West-Brabant. En aan mij als voorzitter van deze kring vandaag de eer om jou even kort toe te mogen spreken. En het doet mij eerst en vooral deugd om weer eens een vrouwelijke burgemeester toe te spreken. Begrijp me goed, ik heb niets tegen mijn mannelijke collega's. Maar met de huidige discussie over quota, waar het gaat over vrouwen aan de top, lopen we toch aardig in de pas hier in West-Brabant. Een beetje, of zelfs een beetje veel girl power kan geen kwaad, dacht ik. En power heb je. Dat heb je in Oosterhout al bewezen met je wethouderschap. Met een voorliefde voor sport in het algemeen en de verbondenheid die sport geeft in het bijzonder, heb je daar je sporen nagelaten. De verbondenheid is cruciaal. Met jouw achtergrond in het sociaal domein en jouw jarenlange ervaring als wethouder in het ruimtelijk veld heb je een uitstekende basis om nu als burgemeester van Geertruidenberg de verbindingen te leggen. Besturen is ontmoeten, zo spreekt onze commissaris vaak uit. Hier ook aanwezig. Eén heb ik u vaak horen zeggen. En dat klopt natuurlijk. En besturen is ook verbinden. Mensen bij elkaar brengen om dingen voor elkaar te krijgen. Samen. Ook een gewoon gesprek met een bakje koffie kan wonderen doen. Gewoon de gemeente in en het gesprek aangaan. Dat is dé manier om snel ingeburgerd te raken. De boer op en mensen ontmoeten en verbinden. Ik las dat je de sleutel van je nieuwe woning al hebt gekregen. Nog voordat je de sleutel hier van Geertruidenberg hebt gekregen. Dat is nog eens betrokkenheid en daadkracht tonen. Dat ontmoeten en verbinden komt dan ook wel goed. Daar ben ik van overtuigd. Ook wij ontmoeten jou graag in onze kring. Mocht je behoefte hebben aan een collegiale raad, dan is het fijn te weten dat je hiervoor terecht kunt bij je collega-burgemeesters. De bijeenkomsten van onze burgemeesterskring vormen daarbij een mooie gelegenheid. Wij komen een aantal keren per jaar bijeen en bespreken dan allerlei actuele zaken en bieden gelegenheid om onderwerpen aan de orde te stellen die voor een ieder, soms persoonlijk, soms heel persoonlijk, van belang kunnen zijn. We combineren dan altijd het nuttige met het aangename. En dat hebben we zojuist gedaan voorafgaand aan deze bijzondere raadsvergadering. En ook de nieuwjaarsreceptie in januari en de tweejaarlijkse burgemeestersgala in november zijn zeker de moeite waard om in je agenda te noteren. Ik kan het je van harte aanbevelen. Maar ja, door jouw jarenlange ervaring in het lokale openbare bestuur ben je bekend met opgaven waarmee gemeenten in de huidige tijd geconfronteerd worden. Daar komen wat Geertruidenberg betreft nog een paar specifieke opgaven bij, zoals al genoemd. Knooppunt Hooipolder, de Amercentrale en de Biesbos. Daarnaast krijg je te maken met de wettelijke taken van een burgemeester op het gebied van openbare orde en veiligheid. Die taken vormen ook een niet geringe opgave. Kortom, er is een hoop werk aan de winkel, ook voor jou. Aan jou vanaf nu de schone taak om de gemeente Geertruidenberg mee te nemen in de vaart ter volk. En dat doe je in de wetenschap dat je niet alleen staat. De gemeenteraad heeft het volste vertrouwen in jou uitgesproken. Samen met de overige leden van het college ga je die verbinding aan. Met de burgers van Geertruidenberg en met anderen. Dat gaat jou zeker lukken. Ik wens jou namens alle leden van de burgemeesterskring in ieder geval heel veel succes met je nieuwe job. Maak er wat moois van en welkom in onze kring. Dan is direct het woord aan de burgemeester van Geertruidenberg, mevrouw Marjan Witte. Maar zij zal eerst nog de voorzittershamer krijgen uit handen van de heer Piet de Putter. Mag ik u beide vlukken naar voren te komen? Graag aanwezig, beste Marjan. Zojuist ben je in functie genoemd.
U was al sinds 12 uur vannacht was je al burgemeester. U bent nu in functie getreden. We kregen als raadsleden hier in de gemeente Kruidenberg ook uitnodiging voor je afscheidsreceptie. Ik was verhinderd, dus kon je nu voor het eerst als persoonlijk feliciteren. En ik dacht ook achteraf, ja, wat had ik daar natuurlijk moeten doen? Want ik had natuurlijk moeilijk kunnen zeggen als lid van de gemeenteraad van Kruidenberg, jammer dat je vertrekt. In ieder geval, voorzitter, en dat bent u nu. Voor ik die hamer overhandig wil ik nog wijzen op een essay, boekwerkje van Arno Korsten, oud-hoogleraar bestuurskunde, kennis van de commissaris. De titel van het essay is Tien woorden voor de burgemeester. En ik zal er een enkele citeren. Dan citeer ik inderdaad, want ik heb ze niet bedacht, dat ze bedacht door een aantal burgemeesters. Ik noem er een paar. Gij organiseert voldoende tegenspraak. Ja-knikkers en meelopers zijn een voorbeeld al meer dan voldoende. Gij zult er zijn voor de burgers en dus niet andersom. Gij beseft, als je in een bepaalde situatie bedenkt de baas van het spul te zijn, dan is er of een ramp gebeurd, of het wordt tijd voor een time-out. Gij beseft ook, een wethouder is ook maar een mens. En tot slot, gij zult altijd onderkennen dat je zowel deel bent van de coalitie als wel van de oppositie. Daarmee bevestig ik ook wat eigenlijk de heer Smitjaar zei, de raad is natuurlijk uiteindelijk de baas. Daarmee, en u alle succes wensend, dan ik u de voorzittershamer, het klank, bord of plaats, ik weet niet hoe het heet, zie ik hier neer, dus. Oh, dit heb ik wel. Bij deze. Ik wil het hier. Bij deze. Dankjewel, Piet. Ja, ik wou wel zeggen, dat essay wil ik wel van je hebben natuurlijk. Hartstikke mooi. Ja, en wat moet je dan nog toevoegen aan zoveel mooie woorden? Want je zou bijna sprakeloos worden van zo'n entree. Maar welke burgemeester heeft nou zo'n entree als ik vandaag heb gehad? Dat is echt geweldig. En ik vind het echt super dat jullie zo grote getallen zijn gekomen om mijn installatie als burgemeester te geven. Samen met mij te beleven. En dat in zo'n mooie historische context, als dit voor het is, voor het Sint-Gertrudis. En de gemeente Geertruidenberg is echt een rijke gemeente, gezegend met een heel mooie historische stad. Zoals gezegd, met heel veel monumenten, mooie gebouwen, mooie mensen. En Raamsdonk, schitterend lindorp, met landelijke eigenschappen. En de atmosfeer, zoals ook al gezegd, het is nou als laatste spreek, maar het is echt wel een bijzonder ding. De enorme werkgelegenheid die de atmosfeer biedt en de voorzieningen die daar zijn. Dit zijn kwaliteiten die Geertruidenberg een interessante gemeente maken om te wonen en te werken. En dat maakte ook dat toen de vacature voorbij kwam, ik niet zo lang hoef te twijfelen, eigenlijk helemaal niet, voordat ik ging solliciteren. En hoewel elke kern zijn eigen eigenschap heeft, is er een duidelijke rode draad. Dat is ondernemerschap en saamhorigheid. En waarnemend burgemeester Jan Utijn zei het terecht in een interview vorige week. Het aantal activiteiten en evenementen hier is echt bijzonder te noemen. En inderdaad, ik ga een nieuw vervinken. Ik heb de jurk al gekocht voor het Oktoberfest. Dus gaan we het uitleven. Jan, wat heb jij op een bijzondere manier invulling gegeven aan jouw waarnemerschap? Je hebt echt veel meer gedaan dan op de winkel passen. Echt een volwaardig burgemeesterschap. Je hebt voor verbinding gezorgd, bent in contact geweest, maar heb ook je stevige rol als burgemeester genomen. Ik had het me niet beter kunnen wensen, zoals waarnemer. Zeer veel dank. En toen mijn voordracht bekend werd door de gemeenteraad, heb ik ook uit de gemeente Geertruidenberg enorm veel felicitaties gekregen. Langs alle kanalen, online, maar ook gewoon op straat, toen ik hier even naar de Albert Heijn ging. Of fotoshoot voor benen stem aan het maken was op de brug. Mensen die gewoon stopten om te feliciteren. Echt heel erg warm. Ook via bekenden en families. En de verbindingen tussen Oosterhout en Geertruidenberg zijn groot.
Heel veel mensen komen hier vandaan, of werken hier, of andersom. Of komen gewoon een ijsje eten bij de Enzo hier op de markt. Dus dat is echt wel heel mooi om te zien hoe die verbinding in die regio, wordt net gezegd, die regio is heel belangrijk, die is er en die moeten we onderhouden. En ook de ontvangst op het gemeentehuis die avond van de voordracht was erg warm. Naast de gemeenteraad waren daar ook mijn recente drie voorgangers, de Willemijn van Hees en Mathieu Meijer. We zijn samen op de foto gegaan. Nou, dat moet wel een iconische foto worden. Erg leuk. Ook dat jullie er vandaag ook zijn. Het is me ook een eer. Als het goed is, is de heer Leijten er. Heel fijn. En heeft ook de heer Den Hartog. Had heel graag hier willen zijn. Hoe mooi was dat geweest als het hele rijtje aanwezig was. Helaas ging dat niet, maar zijn interesse geeft mij een warm gevoel. En als Han de familie er dan toch is, waar zit je? Ja. Kijk, gefeliciteerd collega. Dankjewel. Ja. Kerstvers gisteren. Ja, Han heeft een filmpje gemaakt, moet u echt even kijken op internet. Superleuk, dat heb je heel goed gedaan. Dat zou me helaas niet lukken hier. Hij is me wel gelukkig mee, want ja, als je wel op parkeerplaats van Robert Heijn al herkend wordt, dan kom je niet ver. Erg leuk gedaan. Maar door al die mooie woorden en die reacties die ik heb gekregen, voelt het inderdaad als een warm bad. Dat heb je goed gezegd. Dat is Gitterdenberg echt. En daar ben ik heel blij mee, want daardoor voel ik me echt welkom en ook gedragen. En natuurlijk is die nabijheid van Gitterdenberg heel fijn voor mij, de overstap die ik maak. Bekendheid met de regio en mijn bestaande contacten met collega's van omliggende gemeenten, provincie en samenwerkingspartners komen goed van pas. Vanuit een andere rol ga ik hernieuwd met ze kennis maken. Maar de verbindingen, die zijn er al. En die zijn voor mij heel belangrijk, die verbindingen. En toch is dat niet dé belangrijkste reden geweest om te solliciteren. Ambt van de burgemeester kent een aantal wettelijke taken, zoals meneer Van der Donks al omschreef. En dat zijn taken die in alle gemeenten bij de burgemeester horen. Maar wat Gitterdenberg interessant maakt, is dat er een aantal echt zaken specifiek gelden voor deze gemeente. Hoe geef je het samenspel tussen inwoners, raad en college vorm? De uitdaging om als kleine gemeente aantrekkelijk te zijn en te blijven voor medewerkers die je heel hard nodig hebt. En hoe bind je die aan ons? Het op peil houden van de voorzieningen. Het voorzieningniveau is goed hier. En dienstverlening waar onze inwoners en bedrijven behoefte aan hebben. En daar dan ook nog financieel gezond bij blijven. Dat is echt een uitdaging. Maar ook de meer specifieke dossiers. Ze werden net al benoemd. Maar je lijkt noemde ze A27 Hooipolder, de toekomst van de Amerscentrale. Meer actueel kan het bijna niet zijn. De Biesbos, maar ook de kansen die dat biedt. En ook ondermijnende criminaliteit staat Gitterdenberg helaas niet over. En ik ben heel blij om vandaag te lezen dat de provincie ook extra geld heeft uitgetrokken in de bestrijding daarvan. Ik doe graag mee. Uitdagingen genoeg waaraan ik mijn bijdrage graag wil leveren. En dat kan ik als burgemeester niet alleen. Als burgers melden kunnen we samen ondermijnende criminaliteit aanpakken. En als burgerinitiatieven worden gedragen en omarmd, is 113 en kan er veel worden bereikt. U kunt ervan uitgaan dat ik me 100% in zal zetten voor onze gemeente. En ik reken ook op uw steun als inwoner, als ondernemer, als raadslid, als medewerker, collegelid en ieder vanuit zijn of haar eigen rol. Want samen bereiken we zoveel meer. En ook al is Gitterdenberg als buurgemeente al redelijk bekend bij mij, er valt nog zoveel te ontdekken. Dat heb ik tijdens de voorbereiding op mijn sollicitatiegesprekken al gezien. In de komende tijd zal ik dan ook veel tijd besteden aan het leren kennen van mensen, kernen, gebouwen, de geschiedenis. De oudste stad van Holland, die houden we erin. Die discussie ga ik heel graag aan met mijn ambtscollega. Maar ook de vereniging en de bedrijven. En ik wil heel graag een beroep doen op onze inwoners, onze ondernemers, om me bij de hand te nemen en me daar ook mee te helpen om die kennismaking ook vorm te geven. Het advies van onze commissaris, Wim van der Donk, om wat tijd te nemen tussen het wethouderschap en de start als burgemeester, is echt een gouden tip geweest. En hoewel het niet echt voelde als vakantie, bijna spijbelen, heb ik die tijd zo goed mogelijk benut om mijn start hier in Gitterdenberg zo goed mogelijk te kunnen maken. Verhuizen is een live event, zei laatst iemand tegen me. Maar geloof me, dat is het ook. Maar al die energie heeft er wel toe geleid dat we inderdaad afgelopen dinsdag de sleutel van ons nieuwe huis hebben gekregen. En by the way, gisteravond heb ik een bod voorlopig onder voorbehoud geaccepteerd op ons oude huis.
Dus ik ben er klaar voor wat dat betreft. Heel fijn dat ik die tijd heb gekregen. Ook mijn collega's van Oosterhout bedankt dat jullie me die tijd gegund hebben. Het heeft heel veel opgeleverd om al die dingen al te kunnen regelen. En dat betekent ook dat wij aankoersen om eind dit jaar al te verhuizen. Uiterlijk eind dit jaar naar deze gemeente. Waardoor ik echt deel kunnen gaan maken van deze gemeenschap. Waar kunnen onze vrienden, familie en bekenden die ons daarbij helpen? Want het is best een hele klus en voor die hulp ben ik heel dankbaar. Dank ook aan mijn kinderen, Matthijs, Marijs en Marieke. Dat jullie zonder mokken enthousiast samen met mij beginnen aan ons nieuwe leven in deze gemeente. En bijzonder dank aan mijn vader en moeder. En hoewel mijn vader deze mooie dag niet meer kan meemaken, weet ik dat hij heel trots geweest zou zijn. En nogmaals maar, zonder jullie levenslessen had ik hier echt niet gestaan. Dank ook voor het vertrouwen van uw raad dat u uitsprak om mij voor te dragen als uw nieuwe burgemeester. Ik kijk naar uit om samen met u onze gemeente steeds weer een stukje verder te brengen en mooier te maken. En waar ik echt naar uitkijk, natuurlijk om te beginnen maar met de en Joris, om met jullie klas pannenkoeken te gaan eten, daar heb ik echt heel veel zin in. Heel leuk dat jullie hebben meegedaan met de tekenwedstrijd en de manier waarop jullie daar invulling aan gegeven hebben. En ik hoop dat met de grote glimlach die ze had getekend herkent. Ja, en Joris, of ik die kersttrui aan ga trekken, ik weet het nog niet. Maar wie weet, misschien krijg je hem zo gek. Erg leuk gedaan allebei. En dan kruip ik het toch even van achter hoor, want het is echt een heel hoog geval. Want ik wil iedereen die deze ceremonie mogelijk heeft gemaakt van harte danken. Al die mensen die voor de ontvangst hebben gezorgd. De Bergse batterij, de vaandeldragers, de pianist, de organisatie, jullie als aanwezigen. Zoveel mensen hebben de moeite genomen om te komen. En daar wil ik jullie hartelijk voor bedanken. Dit is volgens mij een entree. Nou, nu kunnen al die collega's uit de kring best jaloers op zijn, toch Marjolein? Ja. We gaan samen aan de slag. Ik heb er zin in. En ik ga de vergadering sluiten. Dan kunnen we zo aan de borrel. Kom in, maar